السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد الحمد لله. Diegene die ons in staat heeft gesteld om op deze manier iets van de nasiha en de kennis met elkaar te delen. Allereerst hoop ik dat het geluid duidelijk is bij een ieder en het beeld. Geef even een teken als dat misschien een duimpje op of zo, als het geluid goed is. Dit is voor mij de eerste keer dat ik op Facebook live ga, dus het was even wennen. Met mijn leeftijd, Allahumma sta'an. En ook nog eens niet op mijn laptop, dus ik hoop dat alles goed gaat, inshallah. Zo niet, geef dat aan. Deze lezing heeft als titel De gunst van het moslim zijn, of misschien mooier gezegd de gunst van de islam. En daarbij moest ik allereerst denken, barakallahu fiek, is dus de kauthar. Allereerst denken aan een hadith die is overgeleverd in de Sunan van Abi Dawood en ook in andere hadithverzamelingen, waarin de profeet sallallahu alayhi wasallam samen met Mu'adh ibn Jabal radiyallahu an op pad is. En alleen dit al, subhanallah, die enorme gunst om alleen te zijn met de profeet sallallahu alayhi wasallam. Dat niet alleen. Vervolgens neemt de profeet sallallahu alayhi wasallam de hand vast van Mu'adh. Dat niet alleen. Vervolgens zegt de profeet sallallahu alayhi wasallam: Wallahi ya Mu'adh, inni la ahibbak. Voorwaar ya Mu'adh, wallahi, ik hou van jou. De la hier, niet la. Hij zei niet inni la ahibbuk, dat zou tegenovergestelde betekenen. La zonder een elif. Inni la ahibbuk. Voorwaar, ya Mu'adh, wallahi, ik hou van jou. Allahu Akbar. We zeiden al, de gunst, de zegening om alleen te zijn met de profeet, sallallahu alayhi wasallam. Daarna nam hij zijn hand in zijn edele hand en hij zei, wallahi, hij getuigde tegenover Allah, ik hou van jou, ya Mu'adh. Om de hart te openen van Mu'adh voor wat daarop zou volgen. Vervolgens zei hij, laat geen enkele salah, Mu'adh, ik geef je een wasiyya. Usika ya Mu'adh. Ik geef jou het advies. Ik vertrouw jou het volgende toe, ya Mu'adh. Laat geen enkele salah, behalve dat jij daarna zegt, Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Subhanallah. Het advies dat de Rasool sallallahu alayhi wa sallam gaf aan Mu'adh, vanuit zijn liefde voor Mu'adh, iets dat hij hem toevertrouwde, wasiyya in het Arabisch betekent ook iets dat ik jou toevertrouw, bepaalde informatie die ik jou toevertrouw, vanuit zijn liefde voor Mu'adh om na iedere salat te zeggen de volgende dhikr, Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. O Allah, help mij om u te gedenken en u te bedanken voor al uw zegeningen en u op de beste wijze te aanbidden. Waarom haal ik deze hadith aan om deze lezing te beginnen over de gunst van de islam? Om duidelijk te maken dat het gedenken van Allah en het aanbidden van Allah en het bedanken van Allah alleen mogelijk is met de hulp van Allah. Zoals we in deze dua ons wordt geleerd te zeggen, Allahumma a'inni, o Allah, help mij om u te gedenken en te bedanken en op de beste wijze te aanbidden.
Allah. We zien hier dus iets dat natuurlijk in duizenden ahadith en ayat, et cetera, bevestigd wordt dat de leiding komt van Allah. En dit is ook waarom, wanneer de muezzin oproept tot het gebed en zegt, hayya ala salah, dat wij zeggen, la hawla wa la quwwata illa billah. Dat alleen door de macht en de kracht van Allah, wij in staat zijn, ja Allah, om naar de masjid te komen en u te aanbidden. Door de hulp van Allah. Zoals Allah Ta'ala ook zegt, in de ayah in de Koran, die spreekt over Ramadan, op het einde daarvan zegt hij, وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. En opdat jullie takbir, opdat jullie Allahu Akbar zullen zeggen, voor het feit dat hij jullie heeft geleid. En de meeste ulama van tafsir zeggen, dit slaat op de dag van de Eid. Wanneer de mensen in de musalla komen, en gezamenlijk, of tenminste, in ieder voor zich zegt, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dit is het verhaal erachter. De reden waarom we Allahu Akbar zeggen op die dag, لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Omdat hij jullie geleid heeft. Om Allahu Ta'ala hiervoor te bedanken. Deze gunst nemen vaak velen for granted. In het Nederlands, voor lief. Nemen vaak velen voor lief. Vooral diegenen die komen uit moslimfamilies, met moslimnamen zijn geboren. Marokkaanse achtergrond, Turkse achtergrond, wat dan ook. En iedereen in je familie is moslim. En daar lijkt vaak bijna het idee te bestaan. Mijn naam is moslim. Ik ben nou eenmaal moslim uit een moslimfamilie. Dus ik ga naar Jannah. Khalas. Alsof ze het voor lief nemen dat zij moslim zijn. Niet beseffende dat de merendeel van de mensheid geen moslim is. Laat staan dat van die moslims mensen niet alleen moslims in naam zijn, maar werkelijk praktiserende moslims zijn. Op de sunna, de bida en de shirk vermijdend. Deze mensen zijn ghuraba, vandaag de dag, zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam zei. De islam is begonnen als iets vreemds en zal eindigen als iets vreemds. Fatuba lil ghuraba. Dus geef het goede nieuws aan de vreemdelingen. Die vreemdeling ben jij, ja moslim. Jij die nu zit te kijken als moslim. En vast in de Ramadan, je salawat verricht tot Allah. Wallah, je bent een vreemdeling op aarde vandaag de dag. Zoals ooit de sahaba in Mekka vreemdelingen waren. En zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam in Mekka kwam met een vreemde taal die de mensen nooit hadden gehoord, de Koran. Zij waren de vreemdelingen. En het goede nieuws voor ons vandaag de dag mogen wij behoren tot deze vreemdelingen die het goede nieuws ontvangen. Zij die proberen vast te houden aan de islam. Dit, yani, is niet iets vanzelfsprekends. Zoals ik zeg, we hebben christenen en joden en boeddhisten en hindoes en taoïsten en duisteren en andere religies. En zelfs mensen vandaag de dag die beweren dat er geen god bestaat. Het merendeel van de mensheid is niet geleid naar de islam. Jij wel. Alhamdulillah. Vandaag de dag hebben veel culturele moslims, zij die uit moslimgezinnen komen en wat ik zeg, een moslimnaam dragen en eigenlijk ervan uitgaan dat ze daarom naar Jannah zullen gaan. Ze hebben een beetje de attitude, de houding van sommige van de Bedouinen die in de tijd van de profeet sallallahu alaihi wasallam de islam toetraden. En ze zeiden, ja Rasulallah, die en die stam bestrijden u en wij bestrijden u niet. En alsof ze de profeet sallallahu alaihi wasallam een favor deden. Alsof ze hem een gunst verschaften. En Allahu Ta'ala sprak hen op de volgende wijze toe. Yamunnuna alayka an aslamu. Yani Allahu Ta'ala spreekt hier tot zijn boodschapper sallallahu alaihi wasallam. Yamunnuna alayka an aslamu. Zij doen alsof zij jou een gunst hebben bewezen door moslim te worden. Dit is het eerste wat Allahu Ta'ala hier zegt. قُلْ لَا تَمُنُّ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ. Vervolgens zegt Allah Ta'ala om te zeggen tegen de boodschapper van Allah sallam, zeg, لَا تَمُنُّ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ. Doe niet alsof jullie islam een gunst voor mij is. En daarna antwoord, بَلِ اللَّهِ يُمُنَّ عَلَيْكُمْ أَنَ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Allahu Akbar. Daarna zegt Allah Ta'ala hier, echter het is Allah die een gunst aan jullie heeft bewezen. Door jullie recht te leiden, als jullie werkelijke sadiqin, als jullie werkelijk oprecht zijn. En yani, besef dit dan en bevestig dit dan.
Als jullie werkelijke mu'minin zijn, bevestig gewoon dan dat het de gunst van Allah is dat jullie moslim zijn. En niet andersom. Want deze houding vandaag de dag hebben velen van ons. Als we een sadaqa betalen of een salah verrichten, doen we alsof we Allah een gunst hebben bewezen. Alsof we de islam een gunst hebben bewezen. La. Allah heeft jou een gunst bewezen. Door jou te laten bidden. Allah heeft jou een gunst bewezen voor iedere astaghfirullah die uit jouw mond komt. En zoals een van de zelf zei, we zouden vandaag de dag eigenlijk astaghfirullah moeten zeggen voor het weinige astaghfirullah dat we zeggen. Dit is een cirkel die nooit ophoudt. Alhamdulillah voor het zeggen van alhamdulillah. Subhanallah. Dit is eigenlijk wat ook in deze ayah naar voren komt. Het was op de dag van Hunayn, toen de profeet sallallahu alaihi wasallam in de veldslag was met zijn sahaba, dat hij enkele van de ansar herinnerde aan zijn gunst, aan de ansar. Om hen moed in te spreken, om vast te houden aan de islam. Zoals we ook bijvoorbeeld lezen in de tafsir van Ibn Kathir, dat de profeet sallallahu alaihi wasallam hen toesprak op die dag, en hij zei, o ansar, trof ik jullie niet aan terwijl jullie afgedwaald waren, waarna Allah jullie door middel van mij heeft geleid. Dit was de eerste vraag die de profeet sallallahu alaihi wasallam stelde aan de ansar. Om hen eraan te herinneren, de gunst van Allah. Trof ik jullie voordat de profeet sallallahu alaihi wasallam naar Medina kwam, waren de ansar afgedwaald, ze waren mushrikeen. Waardoor Allah jullie door middel van mij heeft geleid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was het middel. Allah is degene die leiding schenkt. En jullie waren verdeeld, waarna Allah jullie door mij heeft verenigd. Zoals we weten, de Ansar waren verschillende stammen die constant elkaar bevochten om de gekste redenen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was het middel die hen heeft verenigd op de weg van de islam. En waren jullie niet arm, waarna Allahu ta'ala jullie rijkdommen gaf door middel van mij? De ghanima, de buit van de jihad, en de welvaart van de handel in Medina, etc. De sadaqa en de zakat, etc. bracht welvaart naar de ansar, nadat zij vroeger slechts arme boeren waren, radiyallahu anhu. En ook hier herinnerde de profeet sallallahu alaihi wasallam hen aan. En telkens wanneer de profeet sallallahu alaihi wasallam een van deze vragen aan de ansar stelde, dan antwoordde zij, Allah en zijn boodschapper hebben ons zeer zeker een gunst bewezen. Dit is, mijn beste broeders en zusters, iets dat ik ook jullie wil laten beseffen. Alsof wij nu tussen de ansar staan en Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aan de andere kant zien staan en hij ons aanspreekt met deze vragen. Was ik niet afgedwaald waardoor Allah mij jullie door middel van mij heeft geleid? Salla alayka Allah, ya Rasulallah. Naam. Wallahi, de jihad die hij heeft gevoerd op de weg van Allah, de dua die hij heeft verricht met tranen om zijn umma. Waarop we inshallah zo terug zullen komen. In Sahih al-Bukhari lezen we een schitterende overlevering. Waarin Abdullah ibn Hisham het volgende zegt. We waren met de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam terwijl hij de hand vasthield van Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. En Umar zei tegen hem, ja Rasulallah, ik zweer dat u meer geliefd voor mij bent dan wat dan ook behalve mezelf. Omar was hier eerlijk. En in zijn onschuld en in zijn eerlijkheid zei hij, ja Rasulallah, u bent het meest geliefd voor mij dan alles behalve mezelf. Illa nafsi. En dit is op zich, als we heel eerlijk zijn, geldt dit vaak ook met velen van ons. Dat onze nefs net iets boven Allah en zijn Rasul komen. In de praktijk, in theorie met onze tongen mogen we dit natuurlijk niet zeggen. Maar Omar was eerlijk. De profeet sallallahu alaihi wasallam zei, nee, ik zweer bij degene die mijn ziel in zijn hand heeft. Totdat ik meer geliefd bij jou ben dan jijzelf,
Ja, Omar. Yani hij bedoelde hier, zul jij niet werkelijk de top van iman hebben bereikt, totdat ik meer geliefd bij jou dan jijzelf. Hierna zei Omar onmiddellijk, radiyallahu an, nou wallahi bent u meer geliefd bij mij dan ikzelf. Waarop de profeet sallallahu alayhi wa sallam antwoordde, al-ana ya Omar, nu pas o Omar. Ulama hebben natuurlijk commentaar gegeven op deze hadith in Sahih al-Bukhari. En de vraag gesteld, hoe kon het dat Omar op het ene moment zei, ik hou meer van mezelf dan van u, ja Rasulallah. En toen Rasulallah hem terecht wees, pas als jij meer van mij houdt dan van jezelf. Toen zei Omar onmiddellijk, nu hou ik meer van u, ja Rasulallah. De ulama hebben de vraag gesteld, hoe kon het dat Omar zo vlug van mening veranderde? En Omar is natuurlijk ver verwijderd van een leugen om bestwil of van nifaq, radiyallahu an. En de ulama zeggen, dit was omdat Omar daar en toen besefte waar hij zou zijn geweest zonder Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan was hij nog steeds die alcoholistische mushrik geweest in Mekka. En had hij niet in de geschiedenisboeken zelfs vernoemd gestaan, laat staan als een iemand voor wie wij dagelijks dua verrichten. En zeggen radiyallahu an achter zijn naam. Omar daar en toen besefte, zonder Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zonder de leiding van Allah, was ik een nietsbetekende alcoholistische mushrik geweest. Want we weten, radiyallahu an, dat hij voor zijn islam van wijn hield. Nu ja, Rasulullah, hou ik meer van u dan van mezelf. Hoeveel van ons kunnen dit zeggen? Wanneer we voor Rasulullah zullen staan, sallallahu alaihi wasallam. Met dit besef namelijk, u ja Rasulallah bent de reden dat ik hier als Brabantse jongen, of jij als waar je vandaan komt, Allahu Ta'ala nu aanbid in Ramadan. Om de tevredenheid van Allah te verkrijgen, 16 uur per dag vast. En s'nachts in gebed sta, et cetera, en dan nog tekort, wallahu musta'an. U ja Rasulallah bent de reden daarvan. Door de leiding van Allah die hij zond door middel van hem. Als we dit beseffen, wallahi, wordt de islam een gunst. Het is niet iets dat je hebt omdat toevallig jij in een Turkse of een Marokkaanse familie bent geboren, of een Somalische familie. Laha. En hoeveel van ons zijn bekeerlingen die onze geliefden heen hebben zien gaan in Koefer, terwijl ze de boodschap van islam verwierpen zoals Abu Talib. Er is een schitterende hadith in het Bukhari en Muslim, dat op de dag van de Khandak, ik hoop dat we iets van de Sira kennen, toen de greppel werd gegraven rondom bepaalde delen van Medina, op aanbeveling van Salman al-Farisi, radiyallahu an, en de kuffar yani op Medina afkwamen om hen aan te vallen, en de profeet, sallallahu alayhi wasallam, met een pikhouweel in de grond stond te hakken, terwijl de grond bevroren was, en zij honger hadden. Zoals een van de Sahaba zei, het enige dat we te eten hadden in die tijd was stinkend vet. Stinkend dierlijk vet. En de profeet sallallahu alayhi wasallam stond te hakken. En zijn buik zat onder het stof. En hij zong de volgende woorden. Wallahi lawla anta mahtadayna. Wala tasaddaqna wala sallayna. Subhanallah. Rasulallah sallallahu alayhi wasallam, terwijl hij in de bevroren grond stond te hakken met honger en zijn buik onder het stof zat, zei hij deze woorden. Wallahi lawla anta mahtadayna. Bij Allah, als u ons niet had geleid. Wala tasaddaqna wa ma sallayna. Als u ons niet had geleid, yani dan als u er niet was geweest, ja Allah, dan waren we niet recht geleid geweest. En hadden we geen sadaqa betaald en hadden we geen salah verricht. Natuurlijk, Rasulullah had niet alleen dit besef, hij wilde dit ook delen met zijn sahaba die in zijn buurt waren. Door dit hardop te zeggen. Waardoor wij nu dit besef hebben, omdat het in een hadith is verzameld. Radiyallahu anhum, zij die de sunnah hebben bewaard van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Hoe schitterend zijn deze woorden. Wallahi, als u er niet was geweest, dan waren wij nooit recht geleid geweest.
En hadden wij geen sadaqa betaald en geen salaam verricht. Allahu Akbar. En dit is wat Allahu Ta'ala ook bijvoorbeeld in Surah Al-Baqarah zegt. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ En hij, Allahu Ta'ala, herinnerde ook de Bani Israël hieraan. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ Als het niet zo was geweest, dat de gunst van Allah over jullie was geweest en zijn rahma, dan hadden jullie zeker behoord tot de verliezers. Zij die gedoemd zijn tot Jahannam. Naam. De gehele mensheid, oh jij die kijkt, is gedoemd tot Jahannam. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالتَّوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَالتَّوَاصَوْا بِالصَّبْرِ Met de getuigenis van Allah, wal asr innal insana lafi khusr. Voorwaar de mens behoort tot de verliezers. Behalve diegene die voldoet aan die vier eigenschappen. En dat is een lezing op zich. De tafsir van Surat al-Asr. Nogmaals dus, neem het niet voor lief dat de islam jou heeft bereikt door middel van geboorte in een moslimfamilie. Zelfs wanneer wij in onze salah iedere keer zeggen Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Zouden wij deze woorden op moeten zeggen met dit besef? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Met het besef, ja, als het Rasulallah zijn da'wa en zijn inzet en zijn sabr niet was geweest, hadden wij deze boodschap nooit ontvangen. En dit is waarom Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, Wallahi in zijn mizan, in zijn weegschaal, al onze daden krijgt. We weten, als ik iemand leid naar de islam, als iemand door middel van mij wordt geleid naar de islam, zal ik beloning krijgen voor ieder gebed dat hij verricht en iedere pagina van de Koran die hij leest, zonder dat het iets van zijn beloning afneemt. Allah is rijk genoeg om ons beide te betalen. Dus wat denk jij wat in de weegschaal zal zitten van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Deze hele umma, iedere sadaqa die jij verricht, iedere pagina van de Koran die ik lees, komt ook in de weegschaal van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En dan zeggen we Allahumma salli ala Muhammad wa dit besef. Met liefde voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ik zal jullie slechts herinneren aan enkele van de dingen waardoor Rasulullah heeft moeten gaan sallallahu alayhi wa sallam om deze boodschap aan ons over te brengen. Subhanallah, de eerste, vanaf toen ik hierover nadacht, vanaf de eerste openbaring die kwam tot de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, tot aan de laatste adem die hij uitblies, was vol van moeite en pijn. Was ongemakkelijk, was vol van ongemak. Toch heeft hij nooit opgegeven sallallahu alayhi wa sallam, 23 jaar lang. Vanaf het allereerste moment, zoals we bijvoorbeeld lezen in Sahih al-Bukhari van Aisha radiallahu anha. Dat ze op een gegeven moment, we kennen het verhaal maar om jullie eraan te herinneren. De mens is vergeetachtig. De engel kwam naar hem en zei, Iqra, lees. En hij zei, ik kan niet lezen. En hij zei, daarop pakte hij mij beet en drukte zo hard tot ik het niet meer kon verdragen. Dit was het eerste moment. Voor de eerste openbaring kwam tot de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, nam de engel hem beet en de Rasulullah beschreef het, tot ik het niet meer kon verdragen. En alsof hij de lucht uit zijn longen perste. Daarop liet hij me los en hij zei, lees. En ik zei, ik kan niet lezen. Daarop pakte hij me beet en drukte voor een tweede keer zo hard, tot ik het niet meer kon verdragen. Daarop liet hij los en hij zei, lees, waarop ik zei, ik kan niet lezen. Daarop pakte hij me beet en drukte mij voor een derde keer, liet me los en zei, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. De eerste openbaring. Was het hiermee af? La. We weten hoe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enorm in paniek schoot. Hij die niet hield van aandacht, hij die niet hield om in de schijnwerpers te staan. Kreeg nu plots de opdracht om te verkondigen dat hij de boodschapper was van Allah sallallahu alayhi wa sallam. En hij wist dat zijn mensen hem zouden gaan bespotten en uitlachen. Dus hij keerde terug met de openbaring. Terwijl zijn hart bonste, zoals we lezen in de ahadith.
Zijn hart bonste. Natuurlijk, dat wat hem zojuist is overkomen, is niet wat normale mensen iedere dag overkomt. En hij ging naar Khadija bint Khuwailid. En hij kwam daar aan, terwijl hij had gerend en hijgde. En hij zei, Zammiluni, Zammiluni. Fazammaluhu hatta zahaba anhu rawa. Zoals we lezen in Sahih al-Bukhari. Bedek mij, bedek mij. Hij was zo aan het trillen, dat het leek alsof hij het koud had. Dus hij zei tegen Khadija en degene die in huis waren, bedek mij, bedek mij. En de Khadija bedekte hem, totdat de angst uit hem wegtrok. Dit was de eerste openbaring van de profeet, sallallahu alaihi wasallam. Was dit gemak? La, dit was geen gemak. Dit was hardship, dit was... Daarna kreeg hij de opdracht om openlijke dawa te doen. Nee, sorry. Voor die tijd bijvoorbeeld ook lezen we dat ze gingen naar de van Khadija radiallahu anha, Waraqa ibn Nawfal radiallahu an. En hij was een sahabi, Waraqa. Hij die de geschriften had bestudeerd van de Joden en de Christenen, al bestond hij niet in de Arabische taal in die tijd. En hoe deze Waraqa zei, ik zou wensen dat ik jong was en nog zou leven tegen de tijd dat jouw volk jou verdrijft. Dit was het eerste wat hij te horen kreeg van Waraqa, sallallahu alaihi wasallam. Verwacht niet dat de mensen van Mekka jou met rozen zullen bestrooien. En jou zullen binnenhalen als held. La. Waraqa, het eerste wat hij zei, is dat hij zei, ik wou dat ik yani, aan jouw zijde zou kunnen zijn en nog zou leven, als wanneer jouw volk jou verdrijft. Kende Waraqa de toekomst? La. Maar Waraqa kende de verhalen van de eerdere profeten, alayhi wasallam. Waraqa kende de verhalen van de eerdere profeten. En hij wist, dit is de sunnah van Allah. Iedere profeet en iedere da'ia krijgt een vijand van onder de mensen en de shayateen. Dit was het eerste wat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kreeg te horen. Als hij een leugenaar was geweest, een nep-profeet was geweest, had hij hier de handdoek in de ring gegooid. Mensen doen het voor roem en voor eer, maar niet om vernederd te worden door hun volk. Daarop zei de boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam, zullen ze mij dan verdrijven? En Waraqa antwoordde, ja, er is geen man gekomen met iets als waarmee jij bent gekomen, of hij werd vijandig behandeld. Wat ik net al zei, hij kende de voorbeelden van de eerdere profeten. En als ik nog in leven ben op die dag, dan zal ik je zeer zeker sterk steunen. Maar Waraqa stierf kort daarna. We zeggen radiallahu anhu, de correcte mening is dat Waraqa een sahabi was. Omdat hij hier toegeeft dat hij gelooft in het profeetschap van Mohammed sallallahu alaihi wasallam en hem zou steunen als hij nog in leven zou zijn. Wederom een tegenslag. Tenminste, als je kijkt op wereldsniveau, moeite voor de profeet sallallahu alaihi wasallam werd hem in het vooruitzicht gesteld. Als jij doorgaat met deze dawa, ja Mohammed, kreeg hij van Waraqa te horen, dan zal jouw volk jou verdrijven. Daarna kreeg de profeet sallallahu alaihi wasallam de opdracht om openlijk dawa te doen. Tot die tijd, zoals we weten, was het ondergronds, geheim. Enkele vrienden in zijn omgeving, familieleden zoals Khadija, Abu Bakr radiallahu an. Maar daarna zei Allah ta'ala, wa'anzir ashiratak al-aqrabin. En waarschuw jouw naaste stamleden. Yani Allah ta'ala gaf hem hier de opdracht. Sta op Mohammed en verkondig deze boodschap nu openbaar in Mekka. De tijd van geheime dawa is voorbij. En we lezen bijvoorbeeld in At-Tirmidhi in de Sunan van At-Tirmidhi en de Musnad van Imam Ahmed, dat Abu Lahab vaak achter Allahs boodschapper aanliep en schreeuwde, o mensen, luister niet naar hem, want hij is een leugenaar, hij is een afvallige. Natuurlijk een afvallige van de dien van de Quraysh, van de shirk van de Quraysh. Hoeveel van ons, als we vandaag de dag bijvoorbeeld dawa zouden doen in onze plaatselijke stad, in ons, op de marktplaats of waar dan ook, in het centrum van jouw stad, en je zou daar staan en oproepen tot Allah, en iemand zou jou, en wallahi, dit krijgen te horen. Jezus is, alhamdulillah, altijd een eer voor mij als mensen mij Jezus noemen, maar namen die erger zijn dan dat. Ja? We weten vandaag de dag hoe weinig geliefde islam is, in de publieke opinie. Dus je zult namen te horen krijgen. En hier was de profeet sallallahu alaihi wasallam die de moed had om op te staan en zijn familieleden en zijn stamleden te waarschuwen. En hier was Abu Lahab
Vervloekt is hij die zei, o mensen, luister niet naar hem, want hij is een leugenaar en hij is een afvallige. Je moet wel sterk in je schoenen staan om daarna door te gaan. De profeet sallallahu alaihi wasallam had geen keus. Allah ta'ala had hem gestuurd. Het was geen verzinsel van zijn eigen hoofd, zoals sommige vijanden van hem zeggen, vandaag de dag. Hij moest doorgaan. Hierop begonnen de bespottingen van de kuffar op grote schaal. Men noemde hem een gek. Men noemde hem een sahir. Hij die aan sihr doet, een zwarte magie, zoals we lezen in de Koran. Men noemde hem een leugenaar, zoals we lezen in de Koran. Ze konden deze boodschap niet anders verklaren. Ze begonnen Mohammeds boodschap te verdraaien en valse propaganda te verspreiden. En dit is natuurlijk iets wat vandaag de dag nog steeds ook de mensen van Dawa overkomt. Met bijvoorbeeld de journalisten die je uitspraken verdraaien, je namen geven, etc. Toen dit allemaal niet werkte en Rasulullah zelf standvastig bleef in zijn Dawa en zijn volgelingen achter hem bleven staan, probeerden ze compromissen met hem te sluiten. Natuurlijk, zij geloofden niet dat hij een echte profeet was. Zij geloofden, deze Mohammed doet dit voor wereldse redenen. Dus we kunnen hem vast wel omkopen. Zoals de corrupte politici vandaag de dag omgekocht kunnen worden. De corrupte predikers en imams vandaag de dag omgekocht kunnen worden. Zij die hun dien verkopen voor wat dunya. La. We lezen in de Koran, waddu lau tudehinu fayudehinun. Zij zouden willen dat jij wat compromissen sluit, zodat zij wat compromissen kunnen sluiten. Ja, niet een beetje water bij de wijn doen. Zoals de politici vandaag de dag spreken. We moeten dit doen voor de moslims. We doen het water bij de wijn, maar uiteindelijk doen we dit voor de moslims. Dit leidt nergens toe. En een van de voorstellen die ze hadden, was dat zij zeiden, ja Mohammed, laten we tot een deal komen. Het ene jaar aanbidden we Allah alleen, want we weten, de mushrikien van Mekka, het is niet dat ze ongelovig waren in Allah. Het was alleen dat zij shirk begingen naast Allah. Dus ze zeiden, ze kenden Allah. Ja Mohammed, dit ene jaar bidden we Allah alleen. Het volgende jaar bidden jullie moslims ook tot onze goden. Tot de andere goden. Waarop Allah ta'ala openbaarde. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dit was een concessie die de profeet sallallahu alaihi wasallam van tafel veegde op bevel van Allah. Als hij gemak had gewild, als hij macht had gewild en geld en invloed, het werd hem allemaal aangeboden, sallallahu alaihi wasallam, maar hij weigerde. Abu Lahab bekogelde hem met stenen en de vrouw van Abu Lahab, Jamil, gooide palmvezel met doornen op de paden waar hij vaak liep. In Sahih al-Bukhari is bijvoorbeeld overgeleverd dat toen de profeet sallallahu alaihi wasallam aan het bidden was bij de Kaaba, Uqba ibn Abi Ma'id een dode kamelenfoetus op zijn rug gooide. Dus terwijl de profeet sallallahu alaihi wasallam in sujud was, of in rokoor was, gooide Uqba een dode kamelenfoetus, en die slachtafval en dit soort dingen met bloed en slijm, op de rug van de profeet sallallahu alaihi wasallam. En hij ging door. De profeet sallallahu alaihi wasallam ging door om jou en mij te leiden van de duisternissen van koefer naar het licht van de islam. Een sociale boycott van 3 jaar. 3 jaar is niet niks. Mensen beginnen niet te piepen na 3 maanden corona. 3 jaar werd de hele stam van de profeet sallallahu alaihi wasallam geboycott door de rest van de Quraysh. Geen handel met hen, geen huwelijken met hen. En ze werden verdreven naar een vallei, net buiten Mekka. Zoals de overleveringen zeggen van waaruit men zelfs het gehuil van de hongerige kinderen kon horen. En mensen soms, het enige dat ze hadden te eten was de huid van dode dieren. Maar hij gaf niet op, sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahl kwam met het plan om hem te vermoorden. De profeet zal zijn verrichte hijra naar Medina. Niet zoals sommige mensen zeggen, hij vluchtte naar Medina. Pas op. De profeet sallallahu alaihi wasallam vluchtte niet. De profeet sallallahu alaihi wasallam, sterker nog, was een van de laatste mensen van de moslims die vertrok naar Medina. Als een kapitein die een zinkend schip heeft, die gaat niet als eerste van boord. Hij zorgt eerst dat zijn passagiers veilig weg zijn en daarna gaat de kapitein van het schip. De profeet sallallahu alaihi wasallam bleef keer op keer zeggen, ik wacht op toestemming van mijn Rab. Behalve die sahaba, die paar sahaba die gevangen zaten en niet weg konden, et cetera. Hij vluchtte niet. Op bevel van Allah moest hij zijn huis en haard verlaten.
zijn bezittingen verlaten, al waren dat er niet veel, maar sommige Sahaba lieten al hun bezittingen achter. En zij moesten naar Medina toe. En het is niet zo dat in Medina vervolgens het geld op en neer daalde en de roem en de macht en zij op het plus konden zitten en verder niks meer hoefden te doen. La. In Medina kregen zij te maken met nieuwe problemen. Waarom noem ik dit alles? Wallahi, alleen maar om jullie eraan te herinneren. Enkele flitsen uit het leven van de profeet, sallam, om jullie aan de gunst te herinneren dat jullie geleid zijn naar de islam. Door de inspanningen van deze man, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Door de inspanningen van deze man. Er is een hadith die zegt, wie 10 keer in de ochtend en 10 keer in de avond de salat en de salam over mij uitspreekt, ik zal voorspraak voor hem doen op de Yawm al-Qiyamah. Maak dit de gewoonte. Met deze gedachte. En telkens in de salah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Met deze gedachte. Ja Allah, als u Rasulullah niet had gestuurd, waar waren wij nu dan geweest? We weten dat in Medina, subhanallah, de munafiqeen, zij die zich voordeden als moslim, maar de islam van binnenuit bestreden, daar kreeg de profeet mee te maken. De Yahud, die verdrag op verdrag verbraken, terwijl de profeet, sallallahu alaihi wasallam, hen alle rechten gaf, daar kreeg hij mee te maken. De mushrikeen van buiten, die met hen samenwerkte, et cetera, daar kreeg hij mee te maken. Het was niet dat in Medina nu alles koek en ei was. Hij ging door. Wallahi, het is waar wat ik zeg net in het begin. Vanaf zijn eerste openbaring, letterlijk, tot letterlijk de laatste adem die hij uitblies, sallallahu alaihi wasallam, was vol van moeite en pijn. Waarom? Om jou en mij te leiden. Kijk naar deze hadith. In Sahih Muslim van Umar ibn al-Khattab, radiyallahu an, dat hij het volgende zei, ik heb de boodschappen van Allah, sallallahu alaihi wasallam, gezien, hoe hij zijn dag doorbracht met honger en niet eens rotte dadels kon vinden om zijn buik mee te vullen. Niet eens rotte dadels. Denk aan wat de Quraysh hem eerder hadden aangeboden. Geld, is het geld wat je wil, ja Mohammed? Hier heb je een deel. Is het macht dat je wil? Hier heb je een deel van de macht, ja Mohammed. Hier is Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, die onze boodschappen beschrijft, sallallahu alaihi wasallam. Ik heb de boodschappen van Allah gezien toen hoe hij zijn dag doorbracht en niet eens rotte dadels kon vinden om zijn buik mee te vullen. Waarom? Omwille van Allah. Omwille van Allah. Omwille om jou en mij te leiden van de duisternissen van koefer en het licht van de islam. Besef dit. Dit is een gunst. Het is een gunst dat jij nu zit te kijken als moslim. Een gunst dat jij nu zegt alhamdulillah. In en Bukhari en Muslim, en ik, natuurlijk de voorbeelden uit de sira van de profeet, sallallahu alaihi wasallam, zijn er duizenden. Een lezing doet het geen recht. Maar ik noem slechts nog 1 of 2 voorbeelden, om daarna terug te gaan naar de hoofdlijn van de lezing, de gunst van de islam. Maar slechts om ons te laten beseffen, nogmaals, de gunst, dat we geleid zijn. In Bukhari en Muslim lezen we van Urwa, dat hij vroeg aan Aisha, radiyallahu anha, wallahi, of dat Aisha radiyallahu anha eigenlijk zei tegen Urwa, wallahi o zoon van mijn zus, Urwa was het neefje van Aisha, wallahi o zoon van mijn zus, we waren gewoon om de nieuwe maan te zien, vervolgens de nieuwe maan, 3 maanden in 2 maanden. En er werd geen vuur aangestoken in het huis van Allahs boodschapper sallallahu alaihi wasallam. En ik zei, yani ik is hier Urwa, en ik zei, o tante, waar leefden jullie dan van? Zijn zij van dadels en water. Maar de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam had buren van onder de Ansar die melkdieren hadden. En ze stuurden de melk hiervan naar Allahs boodschapper. Waarna hij wat? Waarna hij dit opdronk? La. Sallallahu alaihi wasallam. En ze stuurden de melk hiervan naar Allahs boodschapper sallallahu alaihi wasallam. Waarop hij dat aan ons gaf om te drinken. Zegt de Aisha. Zien jullie dit? Na al deze honger en wellicht dagen geen normale maaltijd te hebben gehad, iets wat troebelig water, zoals de hadith het eigenlijk beschrijft, en dadels, kwam er melk naar hen van geiten of kamelen, waarop de profeet, sallallahu alaihi wasallam, zonder twijfel dit gaf aan zijn gezin.
En wellicht zelfs zonder melk zat, sallallahu alayhi wa sallam. Waarom? Op de weg van de da'wa. Op de weg van Allah. Hij streed. Hij had slapeloze nachten. Hij maakte dua en dat alles om ons te leiden van de duisternis naar het licht. En zelfs zijn dood door de vergiftiging was vol van pijn en koorts. Nou, veel mensen weten dit niet. Maar de profeet sallallahu alayhi wa sallam is gestorven als shahid door een vergiftiging. Vol van koorts en pijn. En deze situatie kunnen we terugvinden in de boeken van de Sira. Hoe hij opstond en flauw viel. Hoe hij water over zich heen gooide en zeer hoge koorts had en pijn had. En zelfs daarover klaagde bij Aisha radiallahu anha. En zijn laatste adem uitblies. Sallallahu alayhi wa sallam. Ik wil jullie wijzen op de woorden die hij sprak op zijn afscheidsbedevaart. De afscheidsbedevaart toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam wist dat hij dat zijn einde naderde. En zijn boodschap compleet was gemaakt. De dien islam compleet was gemaakt. En hij zijn sahaba voor zich had staan, 114.000 en volgens sommige overleveringen 144.000. Wellicht had hij een turjumaan, enkele mensen die zijn woorden herhaalden zodat iedereen het kon horen. Of wellicht was het een wonder van Allah dat alle sahaba hem op die dag konden horen. En hij vroeg hen, wa entum, wanneer jullie over mij ondervraagd worden, van mij entum qailun, wat zullen jullie dan antwoorden? De profeet sallallahu alaihi wasallam bedoelde hier niet alleen wanneer jullie ondervraagd worden door andere mensen, wat zullen jullie dan over mij zeggen? Le, wanneer jullie door Allah ondervraagd worden over mij, wat zullen jullie dan antwoorden, ja sahaba? En de sahaba zeiden in koor, nashhadu annaka qad ballaghta wa addayta wa nasaht. Wij getuigen, ja Mohammed, dat u de boodschap heeft overgebracht, uw taak heeft volbracht en ons heeft geadviseerd op beste wijze. Waarop hij zijn vinger in de lucht hief, zijn rechtervinger, misschien zien jullie het op beeld, mijn linkervinger, dit is mijn rechterhand. Allahumma ashhad, Allahumma ashhad, Allahumma ashhad. O Allah, wees getuige. En jullie thuis, jij die nu kijkt, wanneer jij morgen zult ondervraagd worden over Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wat zul je dan zeggen? Wat is jouw antwoord? Hoe kunnen we daarna de sunnah in de steek laten? En dit is subhanallah de gunst die de profeet sallallahu alaihi wasallam ons heeft bewezen op bevel van Allahu ta'ala. Neem je islam niet voor lief, alleen omdat je in een moslimfamilie bent geboren. En ik heb dit vaker gezegd, Abu Lahab, we hebben te straks zijn naam voorbij horen komen. Die schreeuwde, oh mensen, luister niet naar hem, hij is een leugenaar, hij is een afvallige. Deze vervloekte man, die is vervloekt in de Koran. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Hij was een oom van de profeet, sallallahu alaihi wasallam. Uit Mekka, van de Quraysh. En hij is verdoemd tot Jahannam. En de leider van de munafiqin heette Abdullah. Terwijl Bilal, radiallahu an, deze zwarte slaaf uit Abyssinië, zoals we lezen in Sahih Muslim, dat de profeet, sallallahu alaihi wasallam, op een ochtend ging naar Bilal. En hij zei, ja Bilal, wat is het toch dat jij doet? Want voorwaar, ik heb afgelopen nacht jouw voetstappen voor mij gehoord in Jannah. Allahu Akbar. Wallahi, wij zouden goud betalen om deze getuigenis over ons te hebben van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghfir lana warhamna ya Rabb. Ik hoorde jouw voetstappen, o Bilal, afgelopen nacht voor mij in Jannah. En Bilal zei, het is niet dat ik doe behalve dan dat wanneer ik wudu verricht, ik daarna twee rekka verricht. Dit was een gewoonte van Bilal, telkens wanneer hij wudu verrichtte, dat hij twee vrijwillige rekka verrichtte. Maar de getuigenis hier van de profeet, sallallahu alaihi wasallam, voor deze zwarte slaaf uit Afrika, dat hij zijn voetstappen voor de profeet, sallallahu alaihi wasallam, zijn in Jannah, terwijl de oom van de profeet, van de Quraysh uit Mekka, van de Arabieren, wat dan ook, hij is verdoemd tot Jahannam. Dit is helaas
de houding van veel moslims vandaag de dag, culturele moslims vandaag de dag. Mijn naam is Mohammed, dus ik ga naar Jannah. Mijn buurman heet Jan, dus hij gaat naar het vuur. Terwijl als we kijken naar de daden, we nauwelijks verschil zien. En die moslim eigenlijk zelfs beter had moeten weten. Dit is ook waarom Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zei. In een hadith in Sahih Muslim. Inna Allah la yanzur ila ajsamikum wa la ila suwarikum, walakin yanzur ila qulubikum. Dat voorwaar Allah kijkt niet naar jullie lichamen, nog naar jullie uiterlijk, maar hij kijkt naar jullie harten. Laat een mens nu niet zeggen, oh, dus islam zit in het hart. Ik hou van Allah in mijn hart, ook al bid ik niet, ook al... Nee. Allereerst zei een andere aanvulling op deze hadith, qulubikum wa a'malikum. Maar Allah kijkt naar jullie harten en jullie daden. Ten tweede betekent deze hadith, Allah kijkt naar jullie harten op het moment dat jullie hem aanbidden. Niet op het moment dat jullie hem gehoorzaam zijn en jullie tongen iets anders zeggen. Luister heel goed. Vaak wanneer we lezen over de munafiqin in de Koran, denken we aan de munafiqin in de tijd van de profeet, sallallahu alaihi wasallam. De sahaba lazen niet op deze manier de Koran. Nou. Ken je Omar? Omar ibn al-Khattab, radiyallahu an. Hij ging naar Hudayfa toe. Waarom? Hudayfa wist de namen van enkele munafiqin in Medina. Weet je wat Omar tegen Hudayfa zei? Ja, Hudayfa, heeft Allah mijn naam genoemd onder de munafiqin? Hudayfa wist dit van de profeet, een geheim van de profeet, sallallahu alaihi wasallam. Omar ging naar hem toe en zei, ja, Hudayfa, heeft Allah, staat mijn naam op die lijst van munafiqin? Ajib. En Hudayfa zei, nee, en ik zal niemand anders na jou, ja, in andere woorden, ik zal niemand anders na jou een antwoord geven. Dit is een geheim dat de profeet, sallallahu alaihi wasallam, heeft toevertrouwd. Maar wat laat ons dit zien? Dat zelfs iemand als Omar, wanneer hij las over de munafiqin in de Koran, vreesde hij deze ayat spreken over mij. En dit is wat de sahaba maakte tot de sahaba. Niet dat wanneer we over de mensen van Jannah lezen, denken, oh, dit gaat over mij. En de mensen van Jahannam, oh, dit gaat over buurman Piet. Ja. Zoek naar de eigenschappen die Allah Ta'ala noemt van de mensen van Jannah. Wellicht zijn er heel veel eigenschappen die worden genoemd die jij nog niet bezit. Rust dan niet voordat je ze hebt. En zoek naar de eigenschappen van de mensen van Jahannam en van de munafiqin die Allah noemt in de Koran. Wellicht dat wij enkele van die eigenschappen bezitten, maar rusten niet totdat wij ons hart gezuiverd hebben van die eigenschappen. Dit is hoe de sahaba de Koran lazen. De munafiqin, Allah Ta'ala zegt over hen, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخَرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. En van onder de mensen zijn er die zeggen, met hun tongen, wij geloven in Allah en in de laatste dag, maar Allah zegt, maar zij zijn geen gelovigen. En de ayah gaat verder. Maar dit is helaas vandaag de dag hoe ver de islam komt van sommige mensen. Ik ben moslim, met tong. Mijn naam is Mootje, Mohammed, noem me Mootje. Ik ga naar Jannah, galas. Dat is genoeg, toch? In feite komen hun daden niet verder dan de daden van de munafiqin. De munafiqin zeiden ook met hun tongen, wij geloven in Allah in de laatste dag. Maar Allah getuigde, maar ze zijn geen mu'minin. Vrees jij niet. Vrees jij niet dat uiteindelijk... Ja, als wij niet boven dit niveau uitstijgen van islam. En ik heb subhanallah interviews gezien. Interviews waarin tientallen mensen op straat worden gevraagd. Bijvoorbeeld in Turkije. Wat is de betekenis van la ilaha illallah? En de mensen niet eens antwoord kunnen geven. Welke islam is dit? En ongeacht, niet alleen Turkije. Ja, dit zou je kunnen aantreffen in ieder moslimland. Moslimland. Wat maakt jou beter dan die kafir? Geloof in Allah. Een Jood gelooft in Allah. Een Christen gelooft in Allah. Sterker nog, de mushrikien die de profeet sallallahu alaihi wasallam bestreden, zoals ik straks al zei, zij geloofden in Allah. Allah bevestigt dit in de Koran. Als je hen zal vragen wie heeft de hemel en de aarde geschapen, et cetera, dan zullen zij zeker zeggen Allah. Het was niet dat zij niet geloofden in Allah, ze waren geen atheïsten, de Quraysh die de moslims bestreden. Maar zij begingen shirk naast Allah. Dus wat maakt jou beter dan hen? Als je zegt, mijn geloof in Allah. Zij geloofden in Allah. Sterker nog, hou je vast. Shaitaan gelooft in Allah. Shaitaan. Hij weet van het bestaan van Allah. Sterker nog, hij heeft geredetwist met Allah.
Hij heeft gesproken met Allah. En sterker nog, in de Koran lezen we dat de shaitan zegt, Rabbi, o mijn Heer. Is dit genoeg om uit te stijgen boven het niveau van de munafiqin? Het geloof in Allah, dat Allah bestaat. Wat is dan wel het verschil? Allahu Ta'ala, hij zegt, innama tujzauna ma kuntum ta'amalun. Voorwaar, jullie worden alleen, innama is een vorm in het Arabisch, die wil zeggen alleen maar zo. Dat jullie worden beloond voor jullie daden die jullie hebben verricht. Dit is het verschil. Voor al die hippie moslims die zeggen, islam zit in het hart, maar ik hoef geen hijab te dragen en ik hoef geen baard te laten groeien. En met salah, Allah weet dat ik van hem hou. La, wij beoordelen jou op je daden. En Allah beoordeelt jou op je daden. Dit is het enige bewijs om jouw liefde voor Allah te tonen. Qul in kuntum tahibbun Allah fattabi'uni. Allah zegt in de Koran tegen Mohammed sallallahu alaihi wasallam, zeg, als jullie werkelijk van Allah houden, volg mij dan. Treed dan in de voetstappen van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dit is werkelijke liefde voor Allah. Zo tonen we liefde voor Allah. Door vast te houden aan de islam, ook al is het moeilijk. Door vast te houden aan zijn sunnah, ook al noemt iedereen jou wat dan ook van bijnaam. We kennen allemaal de hadith waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, Bunya al-islamu ala khamsin. Ik zal deze lezing, ik weet dat iedereen aan het einde van zijn batterij zit, inshallah. Ik zal de lezing niet heel erg lang maken. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, Bunya al-islamu ala khamsin. De islam is gebouwd op 5. En we weten dat daarna de 5 zuilen worden genoemd. Tayyip, waarom haal ik deze hadith aan? Velen van ons interpreteren deze hadith. We lezen deze, wallahi. Ik heb deze hadith bijvoorbeeld ooit in een khutbah in Manchester genoemd. En er kwamen mannen naar mij toe van 60, 70 jaar. Die zeiden, wallahi imam, ik ken deze hadith vanaf mijn kindertijd, maar zo heb ik er nog nooit over nagedacht. De profeet sallallahu alaihi wasallam zegt hier niet, de islam bestaat uit 5 zuilen. De islam is gebouwd op 5 zuilen. Wat wil dit zeggen? Na die 5 zuilen begint de islam pas. Die 5 zuilen zijn het fundament. Daarna komt pas het gebouw van de islam. Dit is wat deze hadith betekent. Bunya ala. Ala, bovenop. Niet de islam is 5 zuilen, dat als ik mijn 5 zuilen verricht, galas. Tabaan, dit is een goed begin. Mashallah, gezegend is degene die zich vasthoudt aan de 5 zuilen van de islam. Met werkelijke kennis en oprechtheid. Natuurlijk. Maar daar begint eigenlijk het gebouw van de islam pas. Dit is wat de profeet sallallahu alaihi wasallam hier zegt. Deze 5 zuilen zijn slechts de zuilen, de pilaren waarop het gebouw rust. Daden, actie, geen lip service. Zoals de munafiqin die zeiden, we geloven in Allah en in de laatste dag. Wa ma hum bi mu'minin. Is het moeilijk om een perfecte moslim te zijn, zo perfect mogelijk? Vaak denken wij in grote offers en dan moet ik al mijn leven en mijn bezittingen, et cetera, opgeven. Luister bijvoorbeeld naar de volgende hadith van de profeet, sallallahu alaihi wasallam. Wallah, bijvoorbeeld een van de simpele oplossingen die we vinden in de sunnah. Akmal al-mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wat zei de profeet, sallallahu alaihi wasallam? Voorwaar, akmal al-mu'minina imanan, diegene van de mu'minin met het meest volmaakte iman, zijn zij met de beste akhlaq. Zij die zich het beste gedragen. Goed gedrag. Dit is een van de manieren waarop wij liefde voor Allah Ta'ala tonen. Een van de uitingen van iman. Dat iemand goed gedrag heeft. Natuurlijk is het makkelijk met jouw geliefde, maar dit wordt moeilijker met mensen die jou irriteren. Als je je inzet op de weg van Allah, wat zegt Allah Ta'ala? وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا. Luister, voor diegene die vraagt, hoe kan ik mijn imaan versterken? Mijn imaan is zwak. En ze wachten vervolgens totdat die imaan uit de lucht op hun neer komt dalen. Ik ga inshallah een hijab dragen als mijn imaan sterk genoeg is. La. Allah Ta'ala geeft hier het antwoord in deze ayat. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا. Deze ayat werd geopenbaard voordat de gewapende jihad verplicht was gesteld. Dus dit kan niet betekenen, zij die strijden op mijn weg met wapens. La. Diegenen die jihad voeren
omwille van mij, op mijn weg, zegt Allah. En de mufassirin zeggen, deze ayah is geopenbaard voor de jihad. Ja, en zij die zich inzetten op mijn weg, wat zegt Allah? La nahdiyannahum subulana. Voorzeker, wij zullen hen zeer zeker leiding schenken naar onze wegen. Dus wat dit wil zeggen, wil je een sterke imaan, zet je in op de weg van Allah en je zult sterke imaan ontvangen. Wil je meer leiding van Allah, zet je in op de weg van Allah en Allah zal jou meer leiding schenken. Dit is het gevolg. De vruchten van jouw daden zul je plukken. Dus zeg nooit meer, ik wacht op een sterkere imaan. Inshallah, als mijn imaan sterker is. Zet de stap en Allah zal je die stap kunnen laten dragen. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah belast niemand boven zijn vermogen. Zet de stap en Allah zal jou in staat stellen die stap te dragen. Wallahi, dingen waar je eerder tegenop kijkt, zijn nu als kleine yani, dingen waar je op neerkijkt. Wanneer je de zoetheid van imaan hebt geproefd. Wallahi, dit is de manier om zoetheid van imaan te proeven al. Zijn er momenten dat wij die werkelijk hebben geproefd. Helaas schaars, wallahu musta'aan. Zoetheid van imaan wordt verkregen door je in te zetten op de weg van Allah. Als je je niet inzet, Allah spreekt ook over deze mensen. Zij die cultuurmoslims zijn, mijn naam is Billy, eigenlijk Bilal, Mootje, eigenlijk Mohammed. Is genoeg van mij. Ik doe toch salat en eet mee. Allah Ta'ala spreekt ook over hen. Ja, Arab mogen wij niet tot hen behoren. Allah Ta'ala zegt, ja, ayyuhal ladhina amanu. Men yartada minkum an dinihi. Wie van jullie zijn geloof de rug toekeert. Allah Ta'ala zegt hier, wie van jullie zijn religie de rug toekeert. Door er niet naar te handelen. Door, ja, we weten allemaal. Wallahi, we hebben problemen met moslimjongeren die in Manchester bijvoorbeeld gangbangen. En in Nederland moslimjongeren ook die drugs dealen. De gevangenissen zitten vol met criminelen die zogenaamd moslim zijn. Ze hebben de islam in ieder geval deels en er zit nog steeds ger in die jongeren. Wanneer je hen aanspreekt, wallahi, soms huilen ze. Maar sommige van die jongeren, ja, er is geen verschil meer tussen hem of Jan of Piet of Klaas die ze kafir noemen. Allah Ta'ala zegt hier, o jullie die geloven, als je je aangesproken voelt, luister dan. Niet alleen met je oren, maar zet je hart open nu, als je deze woorden hoort. O jullie die geloven, wie van jullie zijn religie de rug toekeert, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يَحِبُّهُمْ وَيَحِبُّونَ. Dat is het eerste. Dan zal Allah weldra komen met een volk van wie hij houdt en die van hem houden. Denk dus niet dat jij de islam, nogmaals, en daar zijn we mee begonnen, een favor doet. Door je inzet op de islam. La, Allah doet jou een favor. Allah heeft jou een gunst bewezen. De islam zal hoe dan ook beschermd worden door Allah. Met of zonder jou. Met of zonder jou als individu of als volk. Wallahi, enkele van de sterkste moslims die ik heb ontmoet in mijn leven, waren Amerikaanse moslims. Bijvoorbeeld in Medina, op de universiteit. Wallahi, de broeders van wie ik het meeste hield, die het sterkst vasthielden aan de sunnah, meeste liefde toonden voor de islam, waren de Afro-American broeders uit Amerika. Alsof, subhanallah, Allah Ta'ala een nieuwe Musa heeft gestuurd naar het paleis van Firaun. Wat ik hiermee wil zeggen, kijk naar die afvalligen in Dubai. Kijk naar die mensen die hun dien hebben verkocht, nu ook helaas in andere delen van het Saoedische, van het Arabische Schiereiland, et cetera. Wat zegt Allah Ta'ala? Ik zal een ander volk brengen. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah houdt van hen en zij houden van hem. Adhillatin ala al-mu'minin, a'izzatin ala al-kafirin. Zij zijn zacht en nederig tegenover hun medegelovigen en hardvochtig tegenover de kafirin, yani in de veldslag. Yujahiduna fi sabilillah. Ze spannen zich in en ze strijden op de weg van Allah. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمْ. Allah beschrijft hen hier. En zij maken zich niet druk om de verwijten van degene die verwijten maken. Ja, die zij die jou bijnamen geven. Zij die jou ofwel in de media of op school of in de klas of op de werkvloer bijnamen geven omdat jij jouw islam wil praktiseren.
Allahu Ta'ala beschrijft hier degene die van hem houden en die van wie hij houdt, zijn onder meer zij die zich die druk maken om de verwijten van degene die verwijten maken. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Hiermee zijn we begonnen en hiermee zullen we eindigen. Allah zegt hier, dat is de gunst van Allah die hij schenkt aan wie hij wil. Als je bent zoals in deze ayah is genoemd, dat is de gunst van Allah. Dat je bent uitgekozen door Allah om zijn dien te dienen. Om zijn religie te dienen. Een gunst van Allah. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Die hij geeft aan wie hij wenst. Wellicht dat het voor mij als bekeerling, dat ik er vaker bij stilsta, omdat ik ooms en tantes en opa's en oma's, et cetera, als ik zeg, zelfs mijn eigen vader heen heb zien gaan als kafir, wellicht dat ik er meer bij stilsta. Wallahi, sta er vaker bij stil. Dit is eigenlijk de kernboodschap van deze dars. Wallahu wasi'un alim. En Allah sluit deze ayah af. Met de woorden Allah is all embracing, en allesomvattend en alwetend. Dit, mijn geliefde broeders en beste zusters, is, Wallahi, ik zou meer willen zeggen, maar ik wil het licht voor jullie houden. Ik ging ervan uit dat ik ongeveer een uur zou spreken. Wellicht dat sommigen van jullie nog iets voor de iftar moeten voorbereiden en dergelijke, dus ik respecteer jullie tijd. Maar mogen mijn nasiha op zijn minst aankomen bij een van jullie in een oprecht hart als een zaadje in een vruchtbare grond. Mogen Allahu Ta'ala op zijn minst het van mij accepteren. Allahumma ashhad, ik heb de boodschap overgebracht. En allereerst wallahi aan mezelf. Wallahi aan mezelf. En ik kijk naar mezelf in de verre en ik zie mezelf en ik hoor mezelf. Wallahi, iedere lezing die ik geef, iedere nasiha die ik schrijf op Facebook, wallahi is allereerst voortgekomen uit conversaties met mijn eigen nefs, met mezelf. Denk dus niet dat ik jullie de les lees en jullie alleen maar hoeven te luisteren. Wallahi, ik ben de eerste die luistert, ik ben de student die vooraan zit. Mogen Allah Ta'ala mij laten behoren tot diegenen die handelen naar de woorden die ik predik. En mogen Allah Ta'ala ons allemaal laten behoren tot diegenen van wie hij houdt en die van hem houden. Mogen Allah Ta'ala ons verwijderen van nifaq. En onze harten zuiveren van nifaq. En onze harten vullen met oprechte liefde voor Allah, omdat hij ons geleid heeft. En liefde voor zijn boodschapper, sallallahu alaihi wasallam, omdat hij het middel was om ons te leiden. Barakallahu fikum, voor jullie geduld, voor jullie aandacht. Alles wat ik fout heb gezegd is van mezelf en de shaitaan. En Allah en zijn rasool zijn ver verwijderd van mijn fouten. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله